Beste mensen, een heel hartelijk welkom bij een nieuwe PowerShell-video. Vandaag wil ik met jullie naar een nieuw onderwerp gaan kijken en dat zijn condities, oftewel beslissingen. We kunnen de computer op basis van een statement beslissingen laten maken, waar vervolgens in ons script dan iets mee gedaan wordt. Nou, wat bedoel ik daar nou precies mee? Wanneer we een beslissing nemen, dan is er altijd iets als: Als er iets voldoet aan een bepaalde voorwaarde, doe dan dit. Of anders dat. En we gaan eerst leren hoe dat werkt. En daarna gaan we in een volgende video dat ook praktisch toepassen. Bijvoorbeeld in de Active Directory of in je file system. Goed, genoeg gekletst. We gaan gewoon lekker beginnen. Dus open je PowerShell zien, En dan gaan we een script tikken. Goed, we gaan eens kijken of we de computer zo'n beslissing kunnen laten nemen. Oftewel een conditie. Zoals het eigenlijk in script en programmeertaal heet. Kijk naar het script wat ik zojuist heb uitgetikt in... PowerShell IZ, ik heb daar een variabele dollar nummer en daarin heb ik het getal 15 gestopt. En vervolgens heb ik daar een conditie geschreven. If dollar nummer min gt, wat betekent greater than, oftewel groter dan, 10 en dan een bracket openen. Nou, ik stop even hier met het voorlezen van het script, want nu wil ik het hebben over iets belangrijks in condities. Als je nu kijkt naar het script, dan heb je al een paar dingen gezien. Ten eerste valt het je misschien op dat er veel haakjes gebruikt worden. Nou, wanneer haakjes gebruikt worden in programmeren en in scripten, betekent altijd dat hetgene wat tussen haakjes staat, dat het bij elkaar hoort. En dat is belangrijk om te onthouden. Dus wanneer iets tussen haakjes of brackets staat, dan hoort dat stukje bij elkaar. Nou, kijk maar eens mee naar regel 3. If haakje openen, dollar nummer, min greater than 10, haakje sluiten. Dus het stukje dollar nummer min gt 10, dat is iets wat bij elkaar hoort. Dat is je conditie. Nou, wat hier staat is eigenlijk. Goh, computer. Als die variabele in dollar nummer nou groter is dan 10, doe dan datgene wat hieronder staat. Tussen de brackets. En in regel 4 staat dus datgene wat uitgevoerd moet worden wanneer de statement voldoet aan de conditie. Oftewel. Wanneer inderdaad de variabele in dit geval groter is dan 10. En regel 5 staat else. En else betekent anders. Oftewel, voldoet de conditie niet aan de voorwaarden? Ga dan dit uitvoeren wat daaronder staat. Oftewel, write host, het getal is 10 of kleiner. Dus wat de computer hier in dit script doet, is hij kijkt of de variabele in dollar nummer inderdaad groter of kleiner is dan 10. En op basis daarvan zegt hij of het getal is groter dan 10, of het getal is 10 of kleiner. Goed, laten we de script eens uitvoeren, maar we kunnen eigenlijk al zien wat er gebeurt. Want, namelijk, in de variabele dollar nummer staat het getal 15. Dus als het goed is, moet de computer komen met het antwoord: het getal is groter dan 10. We gaan het proberen. Kijk in het blauwe gedeelte. Het getal is groter dan 10. Dat is de uitkomst. Dus het klopt. Goed, we hebben vandaag dus even gekeken naar condities voor het eerst. En ik hoop dat je het een klein beetje begrijpt wat er gebeurt. Ik denk dat het goed is als je het script overneemt en daar een beetje mee gaat experimenteren. Kijk maar wat lukt en wat niet lukt. Want ik denk dat je zo het snelst leert. In een volgende video gaan we hier mee verder, gaan we meerdere condities opgeven. En dan in een latere video gaan we kijken hoe we het ook praktisch kunnen toepassen in je filesystem of op de Active Directory. Nou, ik hoop dat jullie hier wat aan deze video hebben gehad. Ik zie jullie natuurlijk graag terug in de volgende video's. Waarbij we verder gaan. En natuurlijk abonneer en like. En dan zie ik je dan weer terug. Hey, succes!